daar zitten. Dat is makkelijk lastig. Dan gaan we helemaal die kant op kijken. Als je nou ja, ja, maar prima. Zou willen beginnen om je even voor te stellen, je naam, de functie en je leeftijd? Ik ben Martijn van Nellestein. Ik ben regisseur, producent, schrijver, acteur en nog heel veel andere dingen. Ik ben 33 jaar. Ik ben vooral de laatste tijd druk bezig met een serie aan Sinterklaas bioscoopfilms. Dan ga ik gelijk beginnen met hoe je eigenlijk terecht bent gekomen op de functie die je nu bekleedt. Het is ooit van de lokale televisie zijn we begonnen met een kleine variant van de Sinterklaasfilms. En dat heb ik met een goede vriend van me, Erik-Jan Slot, met wie ik nog steeds de films produceer, gedaan. En dat project werd eigenlijk steeds groter en groter. En naarmate het project groter wordt, ga je ook steeds meer dingen doen en steeds groter aanpakken en steeds groter uitpakken. Ja. Die omroep, wat nu zeg je, die was kleinschalig. Hoe klein was die? Wat voor een omroep was het? We maakten de laatste film of serie eigenlijk toen voor de lokale omroep in Veenendaal. Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude. Dus echt gewoon redelijk kleinschalig. En dat was heel grappig. Waren 5 afleveringen en de laatste aflevering mondde dan uit in de intocht. Dus dan, als je dan de ontknoping wou weten, moest je daarheen komen. En dat werd heel erg succesvol, heel erg populair. Dus steeds meer mensen wouden dat we er nog eentje gingen maken. Dus het jaar daarna hebben we het weer gedaan. Toen wou ook Omroep Gelderland, die wou graag gaan uitzenden. En het jaar daarna gingen we het weer doen, weer steeds wat groter. En toen wou ook TV Utrecht en Omroep West en RTV Oost en RTV Noord-Holland. En steeds meer regionale zenders wouden dat hebben. Toen hadden we in 2004 Sinterklaas en het geheim van de Robijn hadden we gemaakt. En toen werden we benaderd of we die dat op deze... Dat was de eerste film? Nee, dat was eigenlijk de vierde. Daarvoor waren een aantal kleintjes voor de lokale omroep. Okay. Dat was eigenlijk de eerste, een volledig verhaal. En die hebben we toen op dvd kunnen uitbrengen. We dachten, dat is leuk, als er dan 500 van verkocht worden, is het grappig. En dat werd echt een hit en er werden er iets van 20.000 van verkocht het eerste jaar en het tweede jaar weer. Dus twee jaar daarna hebben we gezegd, nou weet je wat, we gaan er nog eentje maken. Dat was het Uur van de Waarheid, ook weer op dvd uitgebracht, werd ook weer een succes. Toen hadden we eigenlijk zoiets, nou ja, weet je wel, we hebben nou leuk 2 films gemaakt, 2 telefilms, wat moet je nog meer? Toen hebben we een jaar een theaterproductie gedaan. Met de karakters die we in die films hadden zitten, was ook heel erg leuk. Want dan had iedereen toch zoiets, we moeten eigenlijk weer een Sinterklaasfilm gaan maken. En Erik-Jan en ik hadden zoiets van, ja, maar ja, wat moeten we nou nog meer, weet je wat, we kunnen nog meer doen wat we nog niet gedaan hebben. En dat was de bioscoop. En toen zijn we, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we met een distributeur gaan praten. En uiteindelijk mondde dat uit in 2008 in de allereerste bioscoopfilm Sinterklaas en het Geheim van het Grote Boek. En dat werd gelijk een hit. Vierde best bezochte Nederlandse bioscoopfilm. Gekhuis. En daarna de andere successen? Ja, daarna 2009 de Verdwenen Pakjesboot, 2010 het Pakjes Mysterie. Allemaal in de top 10 van best bezochte Nederlandse films. Gouden Film Award voor elke, alle dvd's zijn goud geworden. Super, heel hard werken, maar zo leuk. Het is allemaal waard. Ja. De filmwereld, was het altijd al een passie van je geweest? Ja, ik vond vroeger, toen ik kleine Martijn was, had mijn vader een video-achtercamera. En die stal ik altijd, want dan ging ik altijd zelf met een vriendje van, ging altijd filmpjes maken. En ik wou altijd filmacademie doen. Okay. Op een gegeven moment, mijn vader is in 1995 overleden. En hij had niet zo heel goed pensioen, was allemaal niet zo heel goed geregeld. Dus eigenlijk, en de filmacademie is heel duur. Ja. Dus eigenlijk was op dat moment, weet je wat, had ik als dat moet ik gewoon niet meer gaan doen, dat is gewoon veel te duur. Vervloog een beetje. Ja, toen ben ik andere dingen.